mensen van de Games. Als je kijkt naar een goed nieuwe aflevering, ik ben ik. Vandaag zijn we terug bij een vervanging voor Jurassic World Evolution. Want je raadt het al, de serie werd gewoon nauwelijks bekeken. En de fans is een beetje af en werd niet eens bekeken, dus jullie vonden het ook niet leuk. Maar hier is de vervanger. Jullie zien ook geen webcam bij de My Team aflevering, zullen in vervolg wel weer een webcam zijn. Deze vervangt de My Team aflevering even, omdat het nog steeds druk qua tijd, school, etc. Dus vanaf over 2 weken of over volgende week, want ik weet niet precies wanneer deze video online komt, ben ik weer terug bij het normale uploadschema. Net ziek geweest, dus tijd is precious. Laten we daarop houden. En we zijn hier bij Satisfactory. En ik ga kijken. Ik denk dat ik deze ga kiezen, de Dune Desert. Voor gewoon extreem goede spul. Dan ga ik even een naam verzinnen. Dat is waarschijnlijk gewoon YouTube of NGZ. JT Factory Deluxe. Nice. En als je afvraagt, Nick, waarom webcam? Deze video's gaan net zoals de community survival video's worden. Dus dat betekent best pittig veel informatie in één aflevering. En dat betekent dat je een paar uur aan het opnemen bent. Een paar uur aan het opnemen is iets wat mijn lieftallige cammetje niet aan kan. Dus daarom geen webcam. En dat is voor jullie ook fijner. Misschien voor soms af en toe. Ik ga deze aanzetten. Want dat betekent dat ik tier 1 skip. En tier 1 is tutorial stuff. En ik heb deze game al lang gespeeld. Dus start game. En we zijn er. In the precious world. In the early access super world. Dus ik ga even een locatie zoeken. Ik heb natuurlijk verschillende onderdelen al in mijn inventory. En ik weet ook waar ik ga zitten. Ish. Want voor degene die niet weet, ik heb een streambuild. Ik heb mijn eigen wereldje waar ik net cool heb geunlocked vandaag. Op de dag dat ik het opnemen wil. Maar alleen, ik zit dat op een speciale locatie. Je hebt het ook op mijn streams kunnen zien op de locatie waar ik zit. En die locatie is fijn, want er zit alles om je heen. Hè? Het zit op zo'n klein bergje. Dus ik ga die heel even snel sighten. Dat is hier ergens in de buurt. En dan in mijn survival world had hier eigenlijk mijn factory. Mijn factory van niets nut. Of mijn factory van spaghetti eigenlijk. Hoppa. Thank you. Mijn factory van 500 spaghetti slierten. Zo ga je het eigenlijk wel noemen. Juist hem. Dan staat mijn factory gebaseerd op dat muur, dat steentje daar. En dat kunnen we checken als steentje is aan de grot die daarbij zit. Want er zit zo'n heel leuk grotje bij. Ja, het is een 100%. Want hier kan je omhoog. You know, here you can walk up. Here is the master cave met the green slug erin. Dus die zat er wel heel fijn om mee te pakken. Thank you. En deze mushrooms. Of bacon. Hoe je het ook kan noemen. En dan heb ik hier de hub staan. En genoeg ruimte daar overhouden. Japan. Fijn dat die geluid goed is. Hier is het echt zo'n sluk volgens mij. Ah. Komt ie aan. Hier heb ik nog genoeg ruimte voor meer biomass burners. En dan hier de standaard gezeik. Dus dan denk ik dat ik eerst even logistics. Nou, zet die master maar gewoon, joh. Wat ik eerst ga doen is even dat is als goed is copper. En dan iron. Desbijzijnde iron is daar als goed is. Want dat is, ja, indeed. Dat is copper. Dichtstbijzijnde iron jatten we die wel even. Om even snel een miner op te zetten. Een goed tipje voor iedereen thuis. Of voor iedereen die dit spel heeft. Is. Zorg altijd dat je een crafting table. Of zorg altijd dat je die crafting bench kan maken. In elke omstandigheden is het wel handig. En voor deze beest is het eigenlijk. Je moet over ze heen springen. Want je kan ze juken om over ze heen te springen. Behalve bij de Big Papa's van deze. Want deze heeft een grotere versie. En dan is het niet zo handig om overheen te springen. Want dan loop je gewoon tegen de bovenkant van hun hoofd aan. Dus dat is niet zo slim. Hoppa. En dan mannetje. Tatatatats. Dan heb ik die. Je behoudt. Smeltertje. Tats. Constructertje. Tats. 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 Dat. Hoppa. Als een baas. Het is altijd het leukste om te doen aan heel Satisfactory in het begin. Is 500 flowers opplukken. Maar laat even weten wat jullie van deze
nieuwe serie vinden? Of hoe vaak per week? Ja, natuurlijk wel gewoon heel blij met vaak per week. Maar we gaan deze willen zien. Want deze komt natuurlijk normaal gesproken op donderdag op. Donderdag op. Nick, wat heb jij met het woordje donderdag? Deze video komt natuurlijk zaterdag online. Normaal, een high gain als ik nu ga halen, aangezien, aangezien de tijd nogal precious is. Maar hey, ik ga hem zaterdag proberen aan te tikken. Maar hey, ik neem hem vrijdagavond is het nu op. Dus ik weet niet als ik hem, hoe lang ik met deze aflevering doorga. Dat betekent dus ook hoe lang ik opneem is, hoe lang ik erover doe om te editen. En dus ook hoe lang ik doe om te uploaden als ik dat voor zaterdag 12 uur red. Anders is hij op vervanging van de woensdag en natuurlijk morgenavond of zaterdag is natuurlijk wel gewoon de livestream geweest met de avond leak race. Maar alleen dan hoort de video online, te zijn. Maar ik denk dat ik wel genoeg leaves heb tot nu hand. Ik 600. 600 is totaal niet veel leaves. Totaal crappy. Maar goed, ik moet maar even mee doen. Yatse, burn your crazy ass. Ik ga even een kleine storage container. Had zeven. Zo, dit komt wel. Vandaar. Komt het wel naar je toe? Ik wijs met mijn vingers alsof ik iets wil aanduiden, maar dat werkt natuurlijk niet. Ah, see them moving, see them grooving, see them gaan. Hell yeah. Give me power. Hoppa. En jij bent alweer half leeg, joh. Is echt ook echt ongelooflijk. Die kan ik nu wel ophoeken. Hoop ik dat ik überhaupt genoeg meths heb om het op te hoeken. Want ik low aan meths, daarom maak ik dit. En dan bouw ik hier nog even twee paaltjes eigenlijk. Eén paaltje. Twee paaltje, één paaltje gaat naar hier. Die andere twee. Nou, dat doe ik eigenlijk even zo. Want als geen een van deze paaltjes vol raken, is het wat fijner als je iets off the minute aan moet slaan, zeg maar. Deze gaat nu aan de boor. Produceer af als je. Ik ben toch nog lekker bezig. Je duwt vooral lekker. En dan krijg je hier de plates. Die plates kan ik nakkie nakkie doen. En van die nakkie nakkie plates kan ik het verder maken naar de storage. Let's say storage containers in the place. Deze moeten alleen nog even erin komen. Laat ik even de rest oppakken. Zo. Zo. En dit ligt er nog. Nu ligt alles weer keurig netjes in de goede volgorde. Nu gaat alles hier gewoon heen. De rods komen hier al binnen. Nou, leuke autosave. De rods komen hier binnen. De plates komen hier straks binnen. En dan is het gewoon wachten totdat die plates het werkelijk zijn. Zilver altijd handig om te hebben, daarentegen. En gezien, zometeen zodra we de man hebben, kunnen we daar wel wat leuke dingetjes mee doen. You never know what you can do with that stuff. Maar dan, mijn volgende onderwerp waar ik aan ga beginnen is dat daar. C-O-P-E-R. Wat natuurlijk gelijk staat aan koppa. Dit is een normal note. En ook, daar is de ping. En daar is dus nog ping. En dit is een... Dat is een impure note. I know that for sure. Dat is ook een normal note. Dat is een... Even voor de zekerheid kijken. Dat is ook ver weg, joh. Waar was die in de... Ik ben confused. Oké. Okay. Dat is een normal note en dat zou vast een impure note zijn. Maar dat is best wel heel ver weg. Ik had niet gedacht dat het zo ver weg is. Ach joh, het zou ook wel, joh. Het zal ook wel... Oh, jezus. Ik schrik me de pest. Maar voor degene die dat geluid nog niet kennen. Het is het geluid van het stroom. Knik het eruit. Joepie. Hoppa. Als je afvraagt wat dit scheef doet. Eerlijk gezegd. Let me fix it. Dat is een stukje beter. Ja. Dus, dat is beter. Het zijn wel wires. En als je goed kijkt, rechtsbovenin is mijn eerste milestone die alle drie de onderdelen. Dus de plates, de rods en de wires komen hier allemaal via binnen. De wires is gewoon een kleine kopperconstructie, net zoals daar. Net zoals eigenlijk gewoon wat Dago en Dago gebeurt. En hier precies hetzelfde. Het enige wat er verschillend staat is deze settings natuurlijk. Die op kopper smelten gaat en wires maken staat. Dus die verzamelen ze allemaal in die grote doos.
Dus alleen verwachten en die milestone unlocken. Hats, 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 hats. En hats. Moest even doorlopen. Ik had net niet genoeg. Hoppa. En doei. Daar gaat ie. Doei. Woem. ADA. Thank you. Shut up. Daar gaat ons mooie raketschipje. Die is terug over 3 minuten en 31 of nu 3 minuten en 30 seconden. Waar ik wel ga koekloeren is Hero. Want dit mooie slash prachtige steempje produceert 120 per minuut. En ja, deze craft 30. En natuurlijk mis ik bij wires, zou ik eens niet. Maar hoe ga ik dit doen dan? Deze krijgt 15 en deze produceert 30. Dus wat ik denk ik ga doen, is ik ga even deze. Hij produceert 120. Ik ga een van de... Dus ik ga één smelter even gebruiken voor screws. Dus dat betekent dat ik nog 90 per minuut over heb voor rots. Of voor normale rots. Ik hoor hier zo'n... Ik hoor hier een pauwslug. Is hier een cave onder? Zit hij hier bovenop, joh? Oh, jezus. Hier zit een cave. Het is alsjeblieft niet zo'n... Oké, okay, gelukkig. Ik dacht, als zo'n spinnencave is, dan... Die spinnen in deze game, godverdamme, zien er echt niet uit. Thank you, hartelijk bedankt. Graag meegenomen. Pot, snot, snot, pot, verdorie. Dit kan net niet. Oké, ik word hier echt agressief van. Smelters. Ik wil dus een smelter hier direct aangesnapt. Dat kan. Ik wil hier net. En daar kan het wel. Ja, toppie. Nou, die binden. Zet hem op iron. Oh, wacht even. Zo. Zo. Ik pak in feite... Oké. Dat is niet wat ik wil zeggen trouwens. Maar ik pak in feite nu 60 af. Dus ik split het nu door de helft. Maar ik heb uiteindelijk maar 30 nodig. Iron op dit ding verbruikt maar 30. Nou, op zich, dat ik er zo over nadenk. Het is misschien gewoon handig om... je gelijk dit hebben. Let's see. Niet dat ik het gelijk alles op ga gebruiken. Niet dat ik gelijk deze ga gebruiken. Maar ik laat deze nu volloaden voor nu. Maar alleen dat ik de mogelijkheid heb om... gelijk extra screws te gaan gebruiken is... very nice. Ik heb echt foundations nodig. Dat gaat verder anders hier te doen, joh. Daar naartoe. Splittertje hierop. Daar naartoe. Paaltje, boompje. Beestje. Huisje. Screws, screws. En zoals er wordt gezegd. Of zoals misschien sommigen van jullie al denken. Deze gaat ook terug naar mijn prachtige plek voor de storage. En dat is hier dus. Dat zijn screws gefixt. Het enige wat we nog nodig hebben... is, anders kan ik namelijk niet verder. Is, please zeg dat stroom er niet uit, knikket. Even hard vasthouden op dit soort dingen altijd. Oh, ja, die was ik vergeten. Dat was een beetje een idiote move van mij. Maar alleen hoeveel van deze kunnen er rennen? Ik heb 10 screws per keer nodig. En ik maak 15 screws per minuut. Dus als ik 2 van deze dingetjes naast elkaar zet, kan ik dus 3 van dit soort dingetjes runnen nu. Overload dit systeem uiteindelijk. En heel klein beetje. Hoe erg overload ik de... Of hoe erg belast ik het stroom? Also a good question. Alright, ik kan denk ik wel... één potentiële bij... runner doen. Maar dan zit je ook echt... krendelijk en max de la max. Daar kan er echt niets meer bij. Dus wat ik nu maak is... reinforced iron plates... Want ik heb er even 2 nodig. Ja, kom op. Om even... concrete te hebben. Want ik heb daar wel zo'n auto... Ik heb er wel zo'n auto of zo'n... die mini farmer. Mini ding al neergezet, maar... is nog niet genoeg. Want ik craft het niet automatisch.
Het enige gelukje, ik heb hier geen smelter voor nodig. Dus dat is alweer fijner. Voor de stroom. Dit begint me wel mega hard in de weg te zitten altijd. Deze nietsnuttige plantjes. Overal en nergens. Ga gewoon weg. En dan hebben we de uitzonderlijke doos. Pop. Voor de... De concrete. Wat er als goed zo meteen aan moet komen. Hoe erg is het stroom nu van de dolle. Zo fijn dat iedereen staat. Oké, het is... capaciteit 70. We gebruiken ish 40 rond 50. Dan hoop ik gewoon dat ik geen piek naar de 60 toe is. Anders lopen we wel heel erg in de gevaarzone. Van dat die. Oh, oh. Waarom equip ik? En equip ik die altijd. Dat een van die drie derde gaat. Daar komt ons mooie concrete aan. En hop, 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 hop. Dit heb ik wel goed uitgemeten. Jablam. And he goes up into to the air again. We have unlocked several structures aimed to provide the first needed to build basic factory infrastructure and improved overview. Building these will provide a grid for more advanced organizing. Oh, hij gaat niet de lucht in. Hé, hey, is dit hem nou? Ging je... Oké, okay, nou maar. Maar, daarom heb ik een second bij aangemaakt om de plates wat sneller te maken. Nu zie je ze in plaats van per 2 komen ze nu per 4 binnen. Maar wij hebben iets geleerd wat heel erg handig gaat zijn. En dat is foundations. Oftewel, om bijvoorbeeld deze mes even mooi op foundations te plaatsen. Hoppakee, en dit creëert meer mes. Maar voorkomt mes in de toekomst. Als het logisch klinkt. Tenminste, wat ik heb gedaan. Ik heb deze storage containers allemaal mooi op een platformpje gezet hier. En de mes erachter, dit is de overige containers overplaatsen. Dus bijvoorbeeld hier gaat, deze gaat erachter. En dan gaat hij in een merger en dan gaat hij gewoon hier naar binnen. Of ik het niet te doen, het is gewoon luig uit. En dan zo meteen haal ik die weg, haal ik die merger weg. Zorg dat dit gewoon de lijn wordt opgelost. Hetzelfde met screws, hetzelfde met nog niets. Maar hier kan iets anders in worden gevoerd. Van, je weet wel... Of gewoon iets anders in worden gevoerd. Deze staat verkeerd. Hoezo staan al die dingen verkeerd om? Zo. Thank you, sir. Geef ik mezelf even iets meer loopruimte. Huts, huts en huts. Zo, iets even meer loopruimte. Dan hoop ik dat dit even snel in elkaar gefritseld wordt. Als ik nou toch bezig ben, neem ik even 100 van die. Even 100 van die. Ga ik heel snel naar boven, ga ik er nog een doen. En dat is Field Research. Daar heb ik een randscruise voor nodig. Hoezo? Ik snap niet wat ik heb met dingen te weinig meenemen. Maar er gaat altijd één ding in mijn hoofd. Dat gaat gewoon... Altijd gaat dat fout. Met onthouden en dingen meenemen. Hatse flats. En... Tintun. Nu gaat de ding opstijgen. Ja. Top. Shut the fuck up. And he goes flying away again. Tot zo, manneke. Tot zo. Als het goed is, ja. Hoppa. Gaat verdammen, wat ziet er nu dit? Die kan alvast weg. Dan moet ik alleen nog even wachten tot dit empty is. En deze is officieel empty. Ja. Thank you. En dan... Wop. Kan ik even op een andere springen of gewoon naar beneden vallen. En dan... Waar kwam die nu juist vandaan? Van daar. Kan ik misschien hier één paaltje in het midden recht omhoog maken. Als snappoint, zeg maar. En dan... Yep. Jatsi. Het gaat er recht doorheen. Gaat verdomme. Conveyor pole gaan we dan... Kan hier een conveyor poltje. Jatsi. Jatsi. Zo, dat is dan beter. Nu gaan deze plates in één keer hier naar boven. En dan zometeen kan ik nog wat rewriting doen. En wat... routeverandering zodra al de rest veilig opgeborgen netjes zit. Deze is ondertussen ook al leeg. Ik weet niet wat hij in zat. Hier zat helemaal niets in. Volgens mij. Jatsi. En deze kan hij ook. Opa, weg. Deze kan weg.
En dan wordt die gerelinked. Nou, wat ik nu in elk geval ook even kan doen, is zo even alles onderbreken. En heel even snel een detourtje maken over hoe alles moet gaan. Stop. Even gewoon recht naar beneden eerst. Zo. De nette omleiding is ook gedaan. So to speak. Je gaat alles gewoon naar beneden eerst. En dan gaat alles naar zijn designated plekje toe. En dan klimmen we hier wel even de ladder op. Dan kan je het beter zien. Dan gaat hier eerst alles naar onder. En dan gaat alles ook naar de designated area. Misschien had ik inderdaad de screws had ja, helemaal naar onder kunnen lopen. Maar het beste is eigenlijk om bijvoorbeeld die twee in zo'n stackable conveyor pillar te doen. En dan uiteindelijk hier gewoon alles is op pillar. Dat alles via één lijntje als het ware loopt. En dan gewoon uiteindelijk opsplitsen. Bijvoorbeeld deze twee hadden gewoon telkens in één conveyorlijn kunnen lopen. En uiteindelijk opsplitsen. Ziet er wat mooier uit van een afstandje. Maar het doet het job voor nu. Deze is nog steeds leeg natuurlijk. Hier kan elk ander materiaal komen wat ik besluit te gaan maken. Zoals bijvoorbeeld... kan ik hier een crafting table plaatsen als voorbeeld? En nee, natuurlijk niet. Crafting bench, crafting table, stick Minecraft. Bijvoorbeeld reinforced earth plates of de cables. Of iets anders, die kan ik daar gewoon inzetten. Maar hoop ik heb een grote van deze aflevering. Ja, dit is een lange aflevering geweest, I know. Maar hoop ik heb een grote van deze aflevering. Special type of video gedaan. Wil je met facecam? Gaat lastig worden met dit. Maar ja, vanaf volgende week zijn we weer helemaal back on track met alle opnames. Dus kan ik nog één ding zeggen, dat is dit. Peace, later.